Ja, de Global Goals, daar hebben jullie al een mailtje van gekregen. We gaan nog meer informatie krijgen. En dat zal, als eerste zal Bart Nelissen wat gaan vertellen. Ik wil jullie meenemen in de wereld om ons heen. Niet alleen Sittard, Geleen, Limburg, Nederland, maar kijk eens even op wereldschaal. Wat is met armoede? Ja, er is best veel armoede. Er is best veel armoede, ja. Wat gaat er nog meer niet goed? Warm. Is warm, want soms is het heel warm, hè? En het regent ook veel, hè? Zien heel veel steden er zo uit? Irak, Afghanistan, Syrië, Libanon. Noem maar op. Kijken, moeten vragen gaan stellen aan mensen. En misschien een beetje paradoxaal. Hè? De ene kant zegt, ik kom vrede brengen, maar je bombardeert de steden wel. Sittard Geleen is een, best wel een grote gemeente in Limburg. En we zitten ook aan de grenzen, dus we wonen ook dicht bij het buitenland. Wij moeten gewoon onze verantwoordelijkheid nemen om in ieder geval hier op lokaal niveau zaken goed voor elkaar te krijgen. Maar er zijn heel veel ouderen die zijn gewend aan bepaalde patronen en die doen al jarenlang, hun hele leven doen ze op een bepaalde manier. Maar jullie, de jongeren die kunnen nog kritisch zijn, jullie kunnen nog nadenken van wat ik doe, mijn gedrag, helpt dat mee om die wereld te verbeteren, om dat klimaat in ieder geval niet slechter te kunnen laten worden of de milieuvervuiling. Kun je misschien helpen om gewoon eens na te denken dat niet iedereen het zo goed heeft als jullie. Dat er kinderen in ontwikkelingslanden nauwelijks onderwijs nog krijgen. En eigenlijk met een beetje meer steun en hulp dat daar hele grote stappen gezet zouden kunnen worden. In plaats van de massaproductie waar mensen in de derde wereld in ontwikkelingslanden eigenlijk tegen hongerloon voor moeten werken, maar dat je het bewust koopt en zegt van ik schaf nu iets aan waarvan ik zeker weet dat het eerlijk geproduceerd is en eerlijk verhandeld is, daar kunnen jullie allemaal aan meehelpen. En jullie kunnen ook je vaders en moeders en vrienden, vriendinnen, buren, kun je helpen om dat bewustzijn ook te krijgen. En daarom hebben wij gezegd, als Sittard Geleen, toen de Verenigde Naties dat nieuwe, die nieuwe doelstellingen, die Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling, hebben ingesteld, daar doen wij aan mee. Heel logisch gezien als vervolg op wat we al deden als Millennium Gemeente. Dus wij dachten van, laten wij dan ook maar dat statement maken als eerste gemeente in Limburg om mee te doen met deze nieuwe campagne. Ik heb zelf ook één van de doelen gekozen en ik, ja, eigenlijk had ik ze het liefste alle 17 willen kiezen. Dat ga ik ook doen, want dat kun je heel duidelijk laten merken door straks met de mobiele telefoon, heeft Bart ook al aangegeven, dat is een app die kun je zo downloaden als je het nog niet hebt gedaan, Global Goals, Android of iOS van de iPhone, kun je zo downloaden gratis. En dan kun je die doelen kiezen waar je het meeste achter staat en waar je zelf denkt van, hier kan ik iets aan doen. En door dan een selfie te maken met die boodschap erop, met dat doel. Ik wil jullie vragen om zo, ook voor de foto's, nog even allemaal met dat bordje voor je te houden, zodat iedereen kan zien dat we hier bij elkaar zijn om die doelen te steunen. Naast het hoofdwerkfles. Jongens, heel kort gezegd.